Kijk eens, hier was een verjaardag om zelf inkopen te doen. Wat voor tijd is het nu? Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is een heel speciale dag, want Noah, zeg het maar. Ik ben vandaag mijn verjaardag. Nee, gisteren was je jarig en je hebt al een cadeautje uitgepakt en je hebt al iets lekkers gegeten gisteren. Dus we gaan die beelden dadelijk laten zien. Maar vandaag is het jouw verjaardagsfeestje en gaat er heel veel bezoek komen. Dan ga je heel veel cadeautjes krijgen. En taart. En taart. Maar hier zijn de beelden van gisteren, want toen had je ook al iets leuks gekregen, hè? Ja, het eerste cadeautje. Wat is dat? Moet je nog open doen? Ja. Ik weet nog steeds niet wat het is. Weet je nog steeds niet? Doe maar open. Open doen. Proficiat. Gaan we dat delen? Noah. Noah heeft een doos gekregen met de post. Wat zit daarin? Dan denk je dat ze dat simpel maken, hè, man? Plakband op de zijkant. Wat jij niet zit trouw? Wat? Een Lamborghini. Een Lamborghini. Ballon? Ja. Heb je de ballon al gezien? Kijk eens, hier gewoon ballon, Noah. Dat is een heel erg vloer. En uiteraard gaat Noah winkelen, want we hebben nog van alles nodig voor zijn verjaardag. Wat gaan we kopen? Taart. En die taart zelf. Die taart die hebben we al besteld, die gaan we straks halen. Maar nu gaan we eerst dingen kopen zoals komkommer, wortel, krabsla, voor toosjes en voor hapjes. Pompoen. Pompoen hebben we niet nodig. Voor Halloween. Ja, maar het is geen Halloween, het is jouw verjaardag. Oh ja. Kijk eens, hier was een verjaardag om zelf inkopen te doen. Goed gewinkeld en nu is het tijd om het pronkstuk te gaan halen. Het pronkstuk, dat is het mooiste stuk van de avond. Zoals jij de belangrijkste gaat zijn van de avond. En dat is... Wat gaan we halen? Taart. De taart. En we zijn hier aangekomen bij het suikermolentje. Tijd voor Noah zijn taart inhalen. Maar die gaan we zelfs pas laten zien. Als hij de kaarsjes gaat uitblazen. Dat is misschien wat interessanter dan. We zijn klaar. We hebben andere kleren aangedaan. Buiten is alles klaar. Binnen is alles klaar. Alleen moet je nog de toosjes maken, Noah. Ga je dat zelfs helpen? Ja, moeten we de toosjes nog maken? Noah is hier ondertussen nog wat. Dennis aan kijken. Dennis. Oh, die jongen kon wat babbelen. En ja, nu is het wachten op het bezoek. Nee. Ja, eens kijken wat in onze tuin allemaal zit. Echt niet normaal, kijk hier. Dag Jelle. Hey. Dag. Dag Leonie. Oh, oh, oh. Hallo. Hallo. En ook hier, tafel staat klaar. Oeh, jij bent belangrijk. Nee. Ja. Gisteren. Alleen. Gisteren was hij jarig. Ja, en nu. Maar hij heeft wel gelijk. Hij is vandaag het belangrijkste. En hier is het feestje. Dat mag niet in de zon staan. Er staan nog geen bijten in. Hè? Dat is beter dan niet in de zon. Dat is beter dan niet in de zon staan. Ja, bij u. Oh, dank u. Ja. Alsjeblieft. Zichtig, hè? Mag. Onze zevenjarige. Wat voor tijd is het nu? Dan ook zes tijd. Echt? Ja.
Je hebt lang moeten wachten, hè, jongen. Snoep, lekker! Oh, wat een grote zak. Ik hou van snoep. Dat zijn Leo's. Dat mag niet kijken. Oh. Voilà. Oh, en die is het van Gianni. Oh, een kaart. Oh, dat waait niet uit. Ongezet. Wow, dat moet je Gianni maar wel in vallen. Gianni, Bunny. Eentje is niet zo goed ingepakt. Ja. En dan zie je wel daar. Dan heb je hier rap boven. Ja. Sukker, wat Minecraft. En wat steeds. Dat is wel niet zo. Minecraft. Ja, een stukje. Een Minecraft. Ja. Wow. En jij een mooi papiertje. En een slag. Geef je dan die kleinste, want die duwt dat erin en die kleinste duwt erin. Ah, daarin duwen. Wauw. Hoe is dat? Daarin duwen. Allee, hierin. Een panda. Jop. Ja. Oh ja, daar heb ik je vast. Ja, ja, dat had ik beloofd, hè, dat je dat ging krijgen. Hè. Oh. Ik had een panda spaart. Zie dat je niet laat vallen, hè, schat? Een panda spaart. Oké, van de mooie. Maar dat doe maar open. Oh, er zit niet heel veel in. Er zit ook dit in. Wow. Snoepjes. Oh ja, die vind ik ook lekker. Oké, ja. En? Mooie spaartpot. En een doosje met geld. Oh, een doosje met geld? Met mij zijn leesboek. Oh nee, dat is geen leesboek. Dat is een ander. Om iets op dit te maken. Ja, je hebt klopt dat er ook. Om aan dit te bouwen. Oh, een Minecraft-boek. Die heb ik al van de eerste. Dat is een minion. Dat wist ik al. Is er niet wat Sanders is? Oh ja, ik weet wat het is. Een zieke Lamborghini. Een zieke wat? Lamborghini. Wat dan bedien je? Oh, chique, hè? Wow. Die zat thuis niet rein. Hier heb je al zo lang op gewacht, hè. Zo lang op gewacht. Daar had je niet geloven wat daarin steekt. Zo. Oh, nee. Ja, veel paarden. Ga je dan volgen? Oh. Je moet even wachten. Dat bestaat niet. Ja, dat kan je zelf inhandelen. En ik heb toch twee muziekje. Wat heeft hij? Oeh. Happy birthday. Mia was Sharon. Laatste cadeautje. Laatste. Er zijn nog heel doos. En ik zag dat daar meer in zitten. Wat is dat? Uno? Nee, maximaal. Dat is om te leren met tafels. Volgens mij heb je wel zes op toe. Heel doosje was. Ja! Hier heb je lang op gewacht, hè. Ja, hier heb ik. Kijken. Ga kijken. Hier gebeuren de geheime dingen. Voilà. Voilà. Moeten we nu zelf ook nog zingen? Ja. Happy birthday! Nee, lang zal je leven. Lang zal ze leven. Lang zal we leven. Lang zal we leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Piep, piep, piep. Hoera! Piep, piep, piep. Hoera! Hyper de piep. Hoera! Nog wat kijkend. Ben je een beetje? Nee, het was best een beetje. Ah, oké.
Ja, vriend, snijd het daar maar aan, dan kunnen we eten. Maar zit de ik wil wel weer dat vliegtuig. Nee, ik. Dat is volgens mij veel suiker. Zullen we dat vliegtuig er eens niet afhalen? Ja, vliegtuig gaan we er eerst afhalen, goed? Maar zit er wel een stukje suiker voor het vliegtuig? Tuurlijk mag dat. Kijk eens hier, een chocomoustaart. Nou, waar zijn de kindjes aan het spelen? Hier zijn de kindjes aan het spelen. Oh, wauw. Oh, en dan wie moet ik? Naar een van drie. Peter Kurt? Ja. En wie moet ik gooien? Maar die is naar jou. Ja. Egoïst. En na de taart hebben ze nog honger. Dus wat gaan we doen? Ja, de pizza uit. We gaan pizza's halen aan €7,95. Dat is eigenlijk slim gezien. Dat kost niet zoveel. Dan moet je niet zoveel betalen. Binnen gaan. Hoor. Zit jij Chris? Ik zeg, ik ben Chris. Kijk eens hier. Perfect. Ik had eigenlijk gedacht dat ik dan nog een half uur moest wachten, zoals vorige keer. Maar nee, we kunnen gewoon binnen gaan, pizza's pakken en buiten gaan. En als ik nu Johan noemde, dan had ik nog altijd 7 pizza's. Voor niks. Pizza's niet laten vallen, hè. En is de pizza lekker? Ja. Ja. Oh, allemaal pizza hier aan tafel. Is hem lekker? Top. Oh, man, man, man. Het was een dag. Noah zijn verjaardag. Het was een topdag. Alleen zijn heel veel kinderen gesneuveld. Basiel gevallen, hier helemaal rood. Leonie gevallen. Leonie die een beetje boos was. Noah gevallen. Allemaal. Het was nog een dag, hè. Maar wel leuke cadeautjes gekregen, hè. Ja. Heel leuke cadeautjes. En één van die cadeautjes staat voor ons en die gaan we nu uitpakken. Kijk eens hoe chic hier. Een vette Lamborghini. Zullen we eens voorkijken. Heb je gezien? Die zijn wel slaat op mijn Porsche. Precies, ja. Hij is gewoon uit zorg te botsen. Wow, jong. Mag ik eens spreiden? Ja. Kijk, we hebben hier de afstandsbediening. Eens kijken als ik kan rijden. Oh, mama, mama. Dat is niet slim. Ja, dat is een jaar. Ik kan veel beter. Die Lamborghini gaat super snel, zoals je juist gezien hebt. Een paar keer gecrashed. Gelukkig is er niks aan. Maar gaan we nog iets uitleggen? Ja. Hier is ook een vette motor van Aster, dus niet vervoer als al een normaal auto. Ja, die Lamborghini heeft een motor van achter, hè. Ja. Dat is chic, hè. Maar nu is het wel tijd om deze dag en jouw verjaardag af te sluiten. Verjaardag. Gisteren was al mijn ja, maar vandaag was jouw feestje, hè. Ja. We hebben wel nog heel veel cadeautjes. Volgens mij heb je heel veel centjes gekregen. En ook een hele pak snoep. Veel snoep gekregen? Niet veel, een heel pak. Ja, dat is toch veel? Ja. En wat had je dan weer nog gekregen? Er is nog iets. Lego. Lego, maar wat van Lego? Zoiets vaagje. Een panda. Een panda waar je een panda bakje mee kan maken? En wat is het dat dan? Een spaarpot. Een spaarpot van een panda, ja. En gelukt is, hebben nu een nieuw vliegtuig. Of anders had ik nu uit het huis gestuurd. Heb je dat gehoord? Noah zou ons uit het huis hebben gestuurd als we geen vliegtuig hadden gekocht voor jou. Ja. Moet je eens weten hoe lang we dat vliegtuig al hebben? Ja. Dat ligt hier al meer dan een maand. In ons huis. Verstopt voor deze jongen hier. Waar? Dat gaan we niet zeggen. Dat zijn de geheime verstopplaatjes van mama en papa. Als jij die weet, dan zou je die gaan zoeken voor een keer. En dan hebben wij een probleem, want dan vind jij jouw cadeautjes. En voordat wij die kunnen geven. Je kan die ook je schoenen waar je niet aankomt. Bijvoorbeeld. Noah is moe en Noah is in de ban van zijn oranje Lamborghini. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.